Bodies, Bodies, Bodies. Het verhaal over een groep rijke twintigers die zich opsluiten in een villa tijdens een tropische storm. Wat gebeurt er als er een vriend plotseling wordt vermoord en je mobiel geen bereik meer heeft? Hulp is ver te zoeken en vooral, wie van de groep is de moordenaar? De van oorsprong actrice Halina Rijn maakte met Bodies, Bodies, Bodies haar Hollywood-debuut. We praten met haar over wat ze leerde van de grote regisseurs Ivo van Hoven en Paul Verhoeven. Het casten van Hollywood-talenten en wat ze heeft geleerd van de TikTok-generatie. In aanloop naar dit gesprek hoor ik jou twee namen heel vaak noemen. Dat is Paul Verhoeven en Ivo van Hoven. Wat heb jij van Ivo van Hoven geleerd met betrekking tot filmregie? Ja, dat is een hele goede vraag. Goeie vraag. Bijvoorbeeld, wat ik van hem heb geleerd. Hij zei, als je wil regisseren, geduld. Het is teamwork, dus je bent afhankelijk van wel 200 mensen die allemaal dingetjes moeten gaan doen. En je kan niet denken, schiet op en doe het nou zoals ik het wil, want ik heb het zo in mijn hoofd. Je moet gewoon toch gewoon de hele tijd. Dus dat vond ik een onverwacht goed advies. Terwijl toen hij het zei, dacht ik, waar heb je het over? Ik hoef toch geen geduld te hebben, ik moet juist veel energie hebben. En als je het dan over film hebt en filmregie, Paul Verhoeven, wat heb je geleerd van Paul? Paul Verhoeven zei altijd tegen mij als ik dan ging zeuren tijdens Zwartboek van, ja, maar ik wil ook regisseren. En dan zei hij altijd, nou, zo'n filmmaker is zo moeilijk eigenlijk en ook afhankelijk van zoveel dingen die samen moeten komen. En je bent er zo lang mee bezig, je moet zo gemotiveerd zijn. Dus je moet eigenlijk een hele oprechte vraag hebben. En bij deze film is het heel erg van, zit de killer in mijzelf of is hij buiten mijzelf? Wat is jouw antwoord op? Nou, dat is natuurlijk ook wel weer de grap. Kijk, die vraag dient er natuurlijk eigenlijk een beetje voor dat je steeds terug gaat naar je intentie. Los van het artistieke is het ook gewoon heel erg een grote fabriek die zich opent. En waar heel veel praktische dingen, je krijgt bijvoorbeeld als regisseur de hele dag vragen. Wil je een rood kopje op die tafel of een wit kopje? Dit of dat. En dus terwijl je kan verliezen in die machinerie, helpt die vraag om dan weer terug te gaan nemen. Maar waarom wilde ik ooit ook weer deze film maken? Oké, hier en hierom. Maar het antwoord krijg je eigenlijk niet. Tenminste, ik niet. In Instinct werkte je met echt de grootste juggernauts van de Nederlandse filmwereld. Marwan en Carice. Ja. Maar het zijn ook je vrienden. Ja. Dus dat voelt ook als een warm bad. Ja, zeker. Nu heb je te maken met een cast waar je niet die geschiedenis mee hebt. Hoe kan je mij meenemen in dat castingproces? Hoe is dat gegaan? Heel veel ervan wist ik dat ik wilde hebben. Toen we het script even hadden, dacht ik die. Maar zeiden zij ook gelijk van, oh Alina, nee, helemaal this is rain, yes, I would love to, yes. Nee, maar de grap is natuurlijk A24, dat is dus een filmstudio, die zijn, ja, dat kent iedereen, zeker in Amerika, maar hier ook veel jonge mensen weten wat het is. En dat heeft een aantrekkingskracht op mensen, dat is niet normaal. Okay. Dus zodra ze weten dat het een A24 film is, zijn ze al veel geïnteresseerder dan wat dan ook. Dus dat heeft helemaal niks met mij te maken. Maar ik denk wel dat het script ze heel erg aansprak, omdat ze zichzelf heel erg herkenden op de pagina. Wat heb je uiteindelijk na dit hele spektakel, waar je ook nog middenin zit, geleerd van de, ik noem het even, de generatie TikTok? Zij zijn heel erg bewust van bijvoorbeeld feminisme. Ik dacht echt, ik ben een totale feminist. Ik dacht, als er iemand feminist is, ben ik het. Maar door bijvoorbeeld zij zeggen, waarom scheer je oksehaar? Waarom heb je je benen gelezen? Zij bevroegen mij heel erg over mijn feminisme. En door hun heb ik echt geleerd dat ik daar nog een hele lange weg in heb af te leggen. Waarin zij veel verder zijn op een bepaalde manier. En ook bijvoorbeeld de relatie tot mental illnesses. Wij maken daar heel veel grappen over in mijn film. Maar het feit, ik wist, had ik een paniekaanval in de coulissen. Ik dacht letterlijk op het toneel dat ik dood zou gaan. Dan ging ik echt, en ik durfde er met niemand over te praten. Voor hun is dat allemaal, ik werd getriggerd, ik heb anxiety, dat is veel opener. Dus er zijn minder taboes en ze zijn natuurlijk enorm part of die hele woke movement. En ik kijk daar heel erg tegenop. En aan de andere kant vind ik het ook leuk om een grap over te maken en om een film over te maken. Just fucking shoot me! I can't believe you're making this about you! What are the features that you're bringing? Well, I just look like I fuck. You know what I mean? Mm. I look like I fuck. And that's the vibe I like to put out there.